Oké, ik ga je een paar korte vragen stellen over je school, je carrière en gewoon over vandaag. We zijn hier natuurlijk op Olympic Moves en je hebt net opgetreden. Wat vond je ervan? Ik vond het superleuk, maar ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. En dat ze zo erg mee zouden doen. Dus leuk publiek, zeker. Leuk, sportief. Ik kan zien dat ze sportief zijn. En heb jij zelf vroeger eigenlijk nog een sport gespeeld? Ik heb heel lang voetbal gedaan. En dat was het. Oké. En nu gaan we het over school hebben. Wat voor soort jongen was jij op de middelbare school? Middelbare school was wisselvallig. Een tijdje ben ik wel tot mijn derde van VMBO was ik wel echt sportief. En daarna was ik gewoon een luie jongen geworden. En voetbalde ik wel op straat, maar niet meer bij een club. En als persoon, ik was wel altijd aan het lachen. Grapjes maken, misschien soms iets te veel grapjes. Maar ik heb wel een leuke tijd gehad op school, zeker. Ja, zeker. En hoe waren je cijfers? Had je goede cijfers? Ik kon net aan. Ik heb het ook net aangehaald altijd. Ik heb een niveau 4. Ik kon HBO doen, maar ik heb voor muziek gekozen. En ik heb het gewoon hak over de sloot, maar altijd het laatste moment dingen gaan leren. Of soms niet, of vaak niet eens leren. Maar ik heb het wel gehaald, gelukkig. En de laatste vraag over je carrière. Ben je nog van plan om albums of liedjes of iets te maken? Ik kom dit jaar sowieso weer met een EP of een album, dat kan je wel verwachten. Mijn album is ook net uit, genaamd Jonathan, die kan je ook gewoon checken. En je kan alles vinden van mij op johnafreese.com. En ik ga ook toeren, dus daar kan je het ook vinden. Oké, nou heel erg bedankt voor je tijd. Jullie bedankt, sowieso. Mijn naam is Johna Freese en je luistert nu naar Echt naar Ton FM.